Hallo lieve mensen, ik ben Anna Magdalena, astrologe en coach. En vandaag wil ik jullie vertellen over de aankomende maansverduistering van 10 januari 2020. Het is ook een volle maan tevens, maar omdat er maansverduistering is, spreken we met een volle maan met kracht 100. Hè? Dus een mega, mega sterke volle maan. En dit gebeurt op de as van kreeft en steenbok. De maan staat op 20 graden in kreeft, de zon staat aan de andere kant op 20 graden in steenbok. En hier in steenbok, zoals jullie ook kunnen zien, hebben wij heel veel planeten staan. De zuidelijke maansknopen hier, Jupiter, die ook op 5 graden staat, de zon, 20 graden. Mercurius, heel dicht bij de zon. En dan weer Saturnus op 22 graden en Pluto op 22 graden. En dit is een asteroïde, een Centaurus. Die genoemd Cariclo is en die staat ook op 24 graden in steenbok. Dus wij hebben hier een heel grote geladenheid van planeten in steenbok. En al deze energie die hier in steenbok is, gaat projecteren op de maan. Dus wij voelen het allemaal in onze meest gevoelige plek. Onze huizen, onze gezinnen, onze familie, onze dierbaren. En in onze behoefte aan veiligheid, want dat is de maan. Nou, alles wat er nu rond deze periode gebeurt, het is eigenlijk een verduidelijking. Bij volle manen kunnen we ze ook zo zien. Het is ook een resetmoment. Wij worden echt als een, net zoals een computer die niet meer goed functioneert, krijgen we een reboot. En dan kunnen sommige programma's weer in orde opstarten. Daar weer oké gaan draaien. Nou, zo ook bij ons. Deze volle maan heeft ook een soort gelijk effect. Een soort van reset. Dus het is ook een mooi moment om komaf te maken met alles wat ons niet meer dient. Wij worden natuurlijk ook bewust van deze zaken. En wij worden bewust van wat er niet goed gaat. En wij krijgen ook inzichten in hoe wij anders willen. En dat is ook de mooie aan de volle maan, ook aan de maansverduistering, als je tijd hebt om te mediteren in die periode, 20 uur 21. Om je intenties te zetten. Het is zo'n mega belangrijke tijd voor ons allemaal nu. Op 12 januari krijgen wij de exacte conjunctie tussen Saturnus en Pluto hier. Die lopen nu naar elkaar. Saturnus loopt naar Pluto toe. En het is maar een kwestie van 10 minuten tot ze elkaar ontmoeten. Dus in realiteit 2 dagen, vanuit 10 januari tot 12 januari. En ze ontmoeten elkaar maar 1 keer. 1 keer. En de volgende ontmoeting is over 35, 36 jaar. Dus alles wat wij nu neerzetten hier, alles wat wij nu starten, dan heeft invloed op ons voor een heel lange periode. En dit natuurlijk persoonlijk op ons als mensen, maar in de wereld zullen wij dit ook zien gebeuren. En zullen wij ook zien dat effecten van Pluto en Saturnus heel sterk zijn. En zeker deze conjunctie is een begin van een totaal andere wereld. Totaal andere manier van zaken doen met elkaar, van omgaan met elkaar, van de afspraken die we met elkaar maken. Een totale manier van omgaan met geld, met waarde, met structuren, met macht en met autoriteit. En langzaam zo in de eerste, want dit gebeurt niet gelijk, zo'n conjunctie is eigenlijk een soort van conceptiemoment voor iets wat dat nog, laat maar zeggen, nog 7 jaar zal duren tot we de eerste dingen gaan zien. Dus binnen nu een 7 jaar dat de eerste zaken gaan manifesteren en wij zien de eerste dingen dat als gevolg zijn van nu. En die hebben allemaal te maken met gebruik van macht.
En misbruik van macht. En hoe, denk ik ook, de volk, dus de mensen, dat niet meer pikken. Van autoriteitsfiguren, van machtsstructuren in de wereld. En dat de mensen dat niet meer pikken. En dat mensen meer gaan zich verenigen in kleine gemeenschappen. En vanuit hun kracht gaan leven en werken en handelen. Maar dat is natuurlijk nog toekomstmuziek. Wat is belangrijk nu in deze periode, en zeker met zo'n volle maan, mansverduistering, is dat we echt gaan kijken naar wat willen wij nu afscheid van nemen. Want het is een periode van loslaten. En dat zal deze volle maan, deze mansverduistering, als extra emotioneel maken. De man staat in haar eigen teken, in kreeft. Dus het is mega sensitief. Het is super ontvankelijk. Daar zit er ook de noordelijke mansknoop. Dus ook onze richting als mensheid. Waar gaan wij naartoe als, met onze collectieve bewustzijn? Wat komen wij hier ervaren als generaties ook? Want wij zijn hier met twee, drie generaties die door elkaar heen leven en die allemaal als doel hebben voor nu, deze periode, om meer thuis te komen in onszelf en meer ons thuis te vinden, daar waar wij zijn in de wereld. En de kreeft heeft ook te maken met bescherming. Beschermd voelen, beschermd zijn. En het vrouwelijke element. Dus wij hebben hier een heel sterke vrouwelijke energie op beide polen. Hè? Want Saturnus is ook een vrouwelijke teken eigenlijk. En ik heb het gevoel dat dit echt met een soort van herrijzing van het vrouwelijke is in onze maatschappij. En ook een herwaardering van het vrouwelijke in onze maatschappij. En ook hoe het vrouwelijke zich neerzet hier in de maatschappij en haar plaats inneemt. Hè? Want die heeft zich echt duizenden jaren afzijde gehouden en minderwaardig gevoeld. En ook opzij gezet door de machtsstructuren, door alles wat het de wereld van de winnaars heeft bepaald. Vanuit de kracht van de sterkste en de machtigste. Maar het zit ook een bepaalde kracht in kwetsbaarheid en in zachtheid en in toegeven van de emoties en in toegeven van wat wij voelen. En dit zal vanaf nu meer en meer een stem krijgen in de mensen. En dat is de authentieke kracht waarover ik in de vorige films praatte. En dat is de authentieke kracht die niet meer zich laat buigen voor machtsstructuren en voor autoriteit en voor alles wat het van top-down werkt. Hè? Maar natuurlijk, hier in kreeft zit ook heel veel van onze angsten. Hè? Alles wat ons bang heeft gemaakt en wat ons heeft doen afsluiten, want kreeft heeft ook een neiging om zich af te sluiten, zich te beschermen. En er zijn natuurlijk heel veel factoren geweest hier die bescherming nodig hebben gemaakt. Hè? Zeker die Pluto, Saturnus, die nu echt hun krachten verenigen. En ze zijn ook twee malefieken in astrologie, dus ze hebben een heel grote kracht, heel grote macht over mensen, over ons als individuen, over ons als volk. En die verenigen samen, dus het zal heel veel energie vragen vanuit deze kant, dus vanuit de vrouwelijke kant, vanuit de mens, de individu en vanuit onze gevoelwereld om te gaan staan voor wat we willen en wat we belangrijk vinden. Dat heel veel planeten hier in Steenbok, heel veel planeten, dat is een overladenheid. Dit is al
bijna sinds 1000 jaar, bijna 1500 jaar niet meer gekomen, zoiets. Zeker die Pluto-Saturnus in steenbok met al die planeten hier. Dat is iets wat het echt één keer in een lifetime gebeurt. Hè. Dus ja, steenbok wil ons ook zeggen, in feite, jij hebt heel hard voor gewerkt voor een bepaalde iets in je leven. En je hebt daar hard voor geleerd en je hebt je lessen gedaan en je hebt je hebt daar doorheen gezet. En nu ben je op een punt gekomen waarin je klaar bent om de autoriteit te dragen en de juiste instelling hebt om te gaan, ook met macht. Eh? Hoe gebruik je je eigen macht? Op een menselijke manier, op een manier dat je andere mensen niet gaat kwetsen of andere mensen niet gaat overroelen. En dat steenbok is ook eigenlijk is de laatste aardeteken in de horoscoop. Dat wil ook zeggen dat je bent er klaar voor. Je bent klaar om de verantwoordelijkheid te dragen. Hè? Dus je hoeft ook niet meer te bang te zijn dat je het zal misbruiken, hè, als mens, als individu. Mercurius staat ook heel dicht bij de zon en hij is de boodschapper. Die brengt ons de boodschap ook van de andere kant, van Saturnus-Pluto. En ook de boodschap die hier in de zon zit, dus de individualiteit, maar ook de boodschap die van dit hele teken steenbok is. En Mercurius in steenbok is iets minder communicatief en wat meer praktisch. En misschien is ook stiller in zichzelf. En wij zullen misschien ook de neiging hebben om minder te communiceren en minder te delen en meer in onszelf te trekken. En als het kan, een stiltepunt te vinden waarin wij ons contact maken met onszelf. Hè? Want dat is eigenlijk wat ook tijdens een volle maan gebeurt. We maken meer contact met onszelf en alles wordt verdubbeld, alles wordt meer. Hè? Ben je gelukkig, dan word je nog gelukkiger. Ben je ongelukkig, dan voel je dat ongeluk nog dubbel zoveel. Ben je boos, dan voel je boosheid dubbel zoveel. Alles wordt groter bij volle mannen. Dus alles in dit geval nog groter bij de mansverduistering. Nou, wij krijgen hier wel steun van Neptunus. Planeet Neptunus staat in Vissen op 16 graden en 29 minuten. En wij zien hier een heel mooi aspect naar de maan gaan. Dat is een driehoek. Het is een heel harmonieus aspect. Dus wij krijgen de inspiratiebronnen, de dromen, de impulsen en ook de guardians, de spirituele guardians die ons leiden in de goede kanten. Dus daar is een heel mooi aspect. Aan de andere kant naar de zon maakt hij ook een sextiel. Dus planeet Neptunus bewaakt ons. En het bewaakt ons echt als een engel, kan je het zien, die niet echt tussen komt, maar wel die ons beschermt. Dat we de juiste keuzes maken, dat we de juiste richting kiezen. En ik weet niet of jullie dat voelen. Ik zeker in mijn eigen leven voel ik het heel veel. Ja, het gewoon dat kracht van intuïtie dat zo sterk is en ook zo'n duidelijke taal kan spreken. En ja, ik voel het meer en meer dat ik zeker als lichtwerker wil meer richting healing gaan en mensen gaan genezen. En ik heb heel lang dat gevoel gehad met astrologie en ik heb het nog steeds heel veel. Het is mijn grootste passie. Maar wat ik merk is dat ook zeker in consulten, je blijft op een bepaalde mentale niveau met elkaar praten. En je raakt niet de diepste lagen in de mensen. De diepste lagen die bijvoorbeeld de plantmedicijnen kunnen raken. En ik ben sinds 1,5 jaar bezig met plantmedicijnen en ik ben nu op het punt gekomen om zelf te willen werken met plantmedicijnen met mijn klanten, omdat ik merk dat je dat net dat niveau bereikt van dat je echt direct contact kan maken met de ziel van de mensen en de verandering van binnenuit laat komen.
Iets wat ik miste met astrologische consulten, die enkel op mentale zich richten en een klein beetje op de onderbewuste. Maar ja, ik merk, wat heeft dat voor mij gedaan, die plantmedicijnen, al in 1,5 jaar dat ik bezig ben. En ik ben heel intensief bezig geweest. Het heeft mij totaal getransformeerd. Dus dat gun ik ook andere mensen, om contact te kunnen maken met zichzelf en zichzelf terug te vinden eigenlijk. Dus ja, dat is eigenlijk mijn statement bij deze mansverduistering. Mijn statement is om meer als een genezende vrouw of moeder te zijn voor anderen en de mensen te helpen om zichzelf terug te vinden. En ja, ik hoop dat jullie ook zo'n soortgelijke, of een totale andere, hoeft niet hetzelfde te zijn, statement kan maken. Want nu is het moment om een statement te maken in je leven. En meestal bij zo'n maansverduistering is echt die reset, die komt. Het is geen weg terug. Dus eenmaal door deze maansverduistering dan zal je ook voelen dat je totaal een andere mens bent. En ook alles wat je vroeger deed en die patronen die je vroeger hanteerde, dat die niet meer werken. En dat ook heel veel dingen niet meer werken zoals het vroeger handelde. Dus dat je eigenlijk verplicht bent om te zoeken naar nieuwe manieren van omgaan met elkaar in je relatie of in je familie of in je job of met je gezondheid. Dus ja, we worden echt met de neus op feiten gezet. En ja, dat voel ik bij mezelf. En dat denk ik dat jullie ook voelen zo bij je eigen, in je eigen levens. Nou, dat was het. En ja, ik wens jullie een heel mooie mansverduistering vol met inzichten. En dat we met z'n allen door deze periode heen kunnen van spannende tijd. En dat we helemaal geboren mogen zijn aan de andere kant. Na de maand januari, want de hele maand januari blijft wat spannend. Nou, ik wens jullie een goede dag. Dag.